Dit is wel degelijk het provinciehuis. Of tenminste wat er overblijft van het ooit zo immense gebouw. Onherkenbaar is het nu. Bijna 8 maanden lang hebben ze hier alles afgebroken. Het blijft een indrukwekkend zicht waar veel mensen toch nog eens naar komen kijken. Ja meneer, u hebt uw fototoestel bij? Iedere dag heb ik mijn fototoestel bij, ja. U komt hier al vaak? Ik kom hier iedere dag foto's nemen, de afbraak van het provinciehuis van Antwerpen. Het is wat, hè? Het is het een en het ander, ja. Heel hoge verdiepingen en stuk voor stuk wordt het hier afgebroken en wordt het één grote puinhoop. Paul woont in Edegem, maar komt elke dag met de fiets naar hier. Een echte afbraaktoerist, zeg maar. Als alles hier weg is, wat gaat u dan doen? U mist uw hobby dan? Nee, dan komt er een nieuw gebouw. Dan kan ik foto's gaan maken of het nieuwe gebouw dat ze hier gaan plaatsen natuurlijk. En zo blijft u bezig? En ben ik bezig als nietsdoener. In september begint de bouw aan het nieuwe provinciehuis. Dat moet er staan tegen 2017.